De stad en de moderne stedelijke ervaring zijn mijn inspiratiebron. Wat ik doe is fotograferen in drukke winkelstraten, waarbij ik me vooral richt op kleding en gedrag. En uiteindelijk probeer ik de combinatie van uiterlijkheden te vinden die samen de expressie vormen van de stedelijke samenleving. Het boek Amsterdam by Numbers is een wonderlijke combinatie van artistiek en antropologisch onderzoek geworden en is gebaseerd op een eenvoudig systeem en werkwijze. Ik heb in Amsterdam 5 weken lang iedereen die ik tegenkwam met een cijfer op zijn kleding gefotografeerd. En zo is een serie ontstaan van 1 tot 100. De fotoserie is een combinatie van systeem en toeval. Het cijfer is telkens de aanleiding geweest om een foto te maken. Maar wat er meer dan het cijfer op te zien is, berust op toeval. Het boek laat zien dat het mogelijk is de schijnbaar stedelijke chaos te ordenen langs nog niet eerder zichtbaar gemaakte lijnen. Waarbij de verrassing niet zit in het unieke moment, maar in de herhaling en patronen binnen die momenten. En de fotocamera nog steeds een ideaal instrument is om dat te laten zien. De foto's doen geen poging de werkelijkheid te verfraaien. Eerder zeggen ze, zo ziet het eruit en daar moeten we het mee doen. En dat is in dit geval verontrustender en ondoorgrondelijker dan het zoeken naar schoonheid en esthetiek. De nummers deden hun intrede als mogelijkheid om bewondering te uiten voor een sportheld, maar hebben zich ontwikkeld tot een op zichzelf staand gegeven binnen de mode. En ik vraag me af wat we nu zien. Zijn al die nummers bewust gekozen en hebben ze een speciale betekenis voor de drager? Of wordt langzamerhand iets anders zichtbaar? Iets dat Foucault de moderne macht noemt, die niet meer onderdrukt, maar regelmatigheden produceert. Geven we onszelf vrijwillig een nummer om nog herkenbaarder te zijn voor de macht en de marketing.